Ik ben naar het Erasmus gekomen omdat het eigenlijk het grootste academisch ziekenhuis van Nederland is. Eigenlijk het grootste ziekenhuis überhaupt van Nederland. En dat biedt heel veel mogelijkheden. Dus ook voor AIOS biedt dat veel mogelijkheden omdat je dan heel veel verschillende ziektebeelden ziet. Maar ook heel veel mogelijkheden hebben om wetenschappelijk onderzoek te doen. Als artsassistent kan je hier klinisch werk combineren met klinisch relevant onderzoek. Wat echt direct gekoppeld is aan de patiënt die je in de spreekkamer hebt zitten. My job on a day-to-day basis is to lead a research group in which we're very interested in trying to understand the neurobiological mechanisms that underlie psychiatric disorder. And there's many examples I have within my group and within the department where opleiding students have fantastic opportunities to participate in research, to participate in teaching, and really get fully integrated into the program. More and more, we're having many of the opleiding students be very interested and able to pursue a PhD themselves and go on to lead groups of their own. Als je denkt aan het doen van wetenschappelijk onderzoek en je hebt belangstelling bijvoorbeeld om te promoveren, dan kan dat hier vrij makkelijk. Look, the Erasmus is an academic medical center. You know, we're here for essentially three missions. One is to take care of patients. A second is to educate students and teaching. And a third is to do research. Yeah, I mean, these are the three goals of an academic medical center. For a student who's interested in opleiding in psychiatry, in training to become a psychiatrist, if their goal is really to be at the cutting edge of research and to be able to participate in a serious way in teaching and to have the highest standard of clinical care, it's just, this is a wonderful, wonderful place. En ook als je echt meer wil weten over een bepaald ziektebeeld, dan is het gewoon handig om een nationale expert op de afdeling te hebben, of zelfs een wereldexpert op een bepaald subgebied zoals postpartum. Omdat je dan echt net dat beetje meer kan leren dan dat je op een andere afdeling zou leren. En dat maakt jou zelf tot een betere psychiater en ook mogelijk wat wetenschappelijk georiënteerd. En maakt het ook makkelijker, denk ik, om na je opleiding een plek te vinden die bij jou past.